Wat lang niet alle Utrechters weten, aan de zuidkant van Utrecht ligt een uitgestrekte groene zone met bovendien een prachtig recreatiegebied. Hier kun je terecht voor rustige polders, waterplassen en mogelijkheden voor outdoor recreatie. En er is mooie horeca aanwezig. De ondernemers in dit gebied nemen je graag mee naar de aard en de mogelijkheden van deze omgeving. Te starten met het prachtige recreatiegebied aan de Nedereindse Plas, dat ook uitstekend te bereiken is voor sporters en recreanten vanuit Nieuwegein en IJsselstein. Aan de rand van het gebied bevindt zich het bedrijf Traffic & More, een bedrijf midden in de maatschappij. Met tal van verkeersoplossingen dragen zij bij aan jouw veiligheid. Maatschappelijk ondernemen staat bij hen hoog in het vaandel. Hier langsgekomen betreedt men een prachtige groene zone, beheerd door Staatsbosbeheer. In deze parkachtige omgeving kun je heerlijk wandelen, trimmen, hiken, ultralopen over geaccidenteerd terrein of om de waterplassen heen. Het hart van het gebied wordt uitgemaakt door de bekende, prachtige skipiste Nieuwegein. Met een schitterende horecalocatie, uitkijkend over de plas en de skibaan. Een verborgen parel is het uitdagende mountainbike parcours achter de skiheuvel, waar je flink aan het werk wordt gezet. Verder kijkend ligt er het zeer bekende wieler- en skielerparcours de Nedereindse Berg, waar vanuit de hele provincie en daarbuiten sporters naartoe trekken om wedstrijden te rijden. Maar je kunt er ook overdag terecht om te trainen. De aangrenzende Rijnenburgpolder is een uitgestrekte grasvlakte waar je ongestoord doorheen kan wandelen en fietsen. Deze polder doorgestoken vind je aan de westkant de grote horecagelegenheid La Place, direct aan de A12 gelegen. Uitstekend bereikbaar per auto. Tot slot, achter deze horeca ligt de Reijerskop, met enkele bedrijven en de prachtige manege Castellum, bekend bij een grote schare paardenliefhebbers. Op de website samenwerkendeondernemersrijnenburg.nl vind je alle ondernemers in dit gebied terug en vind je meer informatie over wat het gebied te bieden heeft. Heel graag, tot snel!